dan 5 jaar in Nederland, maar we weten nog steeds niet of we hier mogen blijven. Ik ben Abdul, ik ben 8 jaar en ik kom uit Sierra Leone. Toen ik 4 jaar was, was ik in Sierra Leone met mijn moeder en mijn broer in een huis. Opeens kwamen er allemaal mannen in het huis. Mijn moeder en mijn broer sprongen over de schutting om weg te vluchten. Ik was in mijn eentje. Ik schoot onder de tafel. Daar ben ik heel stil blijven zitten. Ik hoorde de mannen hun laarzen op de vloer. Ze riepen, is daar iemand? Maar ik bleef stil zitten. Ik hoorde hoe de mannen alle kamers afgingen. Ik hoorde ook dat ze mensen doodschoten. Ik was heel slim. Ik bleef onder de tafel. Daarom leef ik nog. Toen ik in Nederland naar school ging, knutselde ik altijd zelf pistooltjes. Mijn juf begreep me wel. Ik deed dat omdat ik in Sierra Leone veel pistolen had gezien. En ik wilde mezelf beschermen. Is daar iemand? Met andere jongetjes in het opvangcentrum ga ik altijd voetballen. Ik ben heel goed in voetbal. Toen zelf gaan voetballen? Ja. Ja, bedoel, kom. Waar komen jullie vandaan? Op Zuiden. Ga weg. Het veld is vol. Het veld is vol. Doe niet zo aanaardig. Ik heb geleerd dat we gastvrij moeten zijn. Nederland is een vrij land. Daar mogen we best trots op zijn. Spelen dan! Ja! Nederland is mijn bevrijding, maar voetbal is mijn vrijheid.